Nemesis. Duidelijk in ICT. Dit programma wordt u aangeboden door Restaurant De Gravin. Voor Hoeksewaard Gasvrij ben ik vandaag weer op pad. Ik ben getipt door een kijker. Hoe leuk is dat? Het waait een beetje vandaag, maar de temperatuur is heerlijk. En ik ben dus aangekomen bij De Gravin in Oud-Beijerland. En zij hebben zo'n heerlijk terras waar je zelfs met een beetje wind toch heerlijk kunt vertoeven. Ga maar eens meekijken. Zo, ik ben benieuwd hier. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wilt u iets te drinken? Heel graag. Ik lust een cappuccino alsjeblieft. En wilt u nog iets lekkers daarbij? Wat hebben jullie? We hebben appeltaart, we hebben huisgemaakte cheesecake. Oeh, huisgemaakte cheesecake. Huisgemaakte. Ja, graag. Terwijl ik hier even wacht op mijn lekkere koffie met huisgemaakte cheesecake, ga ik eens even kijken, want er zitten hier allemaal mensen op het terras. En ik ga ze even vragen hoe zij hier terecht zijn gekomen. Ik ben heel brutaal gewoon even hier bij iemand aangeschoven. Hoe ben jij hier op het terras terechtgekomen? We komen hier wel vaker met het gezin om lekker wat te eten of gewoon even te zitten. Ja, het is een lekkere plek. Je zit hier lekker rustig. Dus het is een heerlijk... Een heerlijk plekje inderdaad. En jullie zijn nu even lekker koffie aan het drinken. Je zei net, we komen hier wel vaker, maar dan voor diner denk ik. Ik heb vorige week een workshop gehad met mijn vriendinnen en dat was erg leerzaam. Oké, en wat moest je doen dan? Want je moest zelf de high tea maken. Ja, klopt. We moesten zelf ingrediënten en voor de producten zorgen. En dat gingen we dan hier samen met de koks maken. Hé, wat leuk! Nou, dat kan hier dus ook allemaal al. Dankjewel. Ik zou zeggen, geniet lekker met het gezin. En wij gaan eventjes terug naar mijn cappuccino uiteraard. Hallo. Alsjeblieft. Kijk, lekker. En een huisgemaakte cheesecake. Nou, ik zou zeggen, kom naast mij zitten en vertel mij er alles over. Jullie maken de cheesecake zelf? Jazeker, wij maken zoveel mogelijk zelf. We proberen alles vers te maken. Liefst nog met wat regioproducten, maar ja, dat is toch niks lekkerder dan huisgemaakt, toch? Dat is één ding wat zeker is. En jullie zitten natuurlijk een beetje op een plek die eigenlijk voor veel mensen nog verborgen is. Maar wij werden getipt. Ga daar eens kijken, want je zit daar onwijs lekker. Ja, ik zie het hier. Maar ja, jullie hebben niet voor niets voor deze locatie gekozen, neem ik aan. Nee, het is een locatie die makkelijk toegankelijk is. Je kunt gratis parkeren om een heel het restaurant heen. Dus dat is al een voordeel. Dus waar je ook zit, je bent zo binnen. Je kunt lekker zitten. We hebben van alles, van cocktails tot lekker eten. Dus ja, alleen maar goed. Ik wou net zeggen, het Spanje hier in Nederland gewoon, toch? Zo is het, zeker weten. Ja. Nu zag ik borden langs de weg staan over een driegangen diner. Vertel mij daar eens over. Ja, mensen kunnen gewoon bij ons lekker binnenkomen stappen en van heel de kaart gewoon een driegangen diner uitzoeken. Alles wat erop staat is vrij toegankelijk en lekker. En om dat juist nog aantrekkelijker te maken, hebben we er een prijs aangehangen van €24,95. Dus volgens ons een mooie aanbieding. Zeker als je lekker en vers zit te eten natuurlijk. Als jij nou een oproep mag doen aan de kijkers, wat zou jij ze dan, waartoe zou jij ze dan oproepen? Ik zou ze in ieder geval oproepen om eens één keer sowieso te komen kijken bij ons. En dan weet ik zeker dat je verkocht bent. Het is gezellig, het is sfeervol en het is vooral heel lekker. Kijkers, wat Ad zegt is absoluut waar. Laat je een keer verrassen, want het is echt de moeite waard. Heerlijk zitten, genieten. Mensen kijken is natuurlijk ook altijd hartstikke leuk. En vooral, kom eens proeven van die kaart. Soms zit de verrassing in een klein hoekje, zoals dit mooie terras van De Gravin in Oud-Beijerland. En als klap op de vuurpijl mogen wij €25 weggeven aan een dinerbon voor De Gravin hier in Oud-Beijerland aan onze delers van dit bericht. Dus delen zou ik zeggen.